Welkom in Art Antica. Een programma over kunst en antiek. Hij is Chris. Zij is Mariette en dit is de Art Antica Galerie. Je ziet hier al een aantal dingen staan die we zijn tegengekomen bij het maken van deze aflevering. Wat gaan we deze keer doen? We beginnen met een jonge kunstenaar die we op een verrassende manier in de spotlights hebben gezet. We struinen Haarlem af op zoek naar pronkstukken bij mensen thuis. We gaan in een veilinghuis bieden op, ja echt waar, een oude doos. We kijken wat Ellen te Damme doet met 50 euro op de Vlooienmarkt. We bezoeken een oude pipowagen met de leukste kiets die je ooit hebt gezien. En we onderzoeken de echtheid van een vermeende Van Gogh. Ik ben de vader van Jelle Ju. Mijn naam is Tek. Ik ben Gine Ju, de moeder van Jelle. Ik ben Ines Ju en ik ben oudere zus van Jelle. Ik ben Demiak, vriend van Jelle en kunstbroeder. Ik ben Charlie Fransen, de baas van Jelle. Ik ben Elsbeth van Heiningen. Jelle heeft tuften van mij geleerd. Ik vind Jelle meestal een beetje chaot. Eigenzinnig type. Extravert. Beetje een ouderwetse anarchist. Maar tegelijk ook weer niet. Ondertussen is het schat van de jongen. Allemans vriend. Heel gezellig. Met een heel klein hartje. Jelle die ziet er op zijn slordigst uit als Herman Brood. En als die netjes eruit wil zien, dan is het net Elvis Presley. Jelle die was als kind heel lief, heel druk, onrustig. Hij kon zich moeilijk vinden in allerlei spelletjes of gesprekken met mensen. Hij liet zijn zusje al het werk doen. Als er een tekening of een cadeautje gepakt moest worden, dan vroeg hij dat aan zijn zusje. Want hij had er nooit de rust ervoor. Het kwam voor ons ook heel vreemd over dat Jelle naar de kunstacademie ging, want hij kon nog geen poppetje tekenen. En nog steeds niet. Ik vond het een soort therapie voor hem. In het begin maakte hij hele sombere schilderijen met donkere kleuren, met mensen in vuur en achter hekken. Toen hij somber schilderde, was het ook een sombere jongen. En op een gegeven moment kwam hij in goed contact met zijn leraar. En je zag Jelle helemaal opbloeien. Hij is er vrolijk afgegaan. Ja. Hans van der Lek die is vorig jaar overleden. Ja, die leraar heeft heel veel voor hem betekend. Power painters genoemd, omdat we allemaal zo'n heftig kleurgebruik hebben en alles. Jelle is daarbij geïntroduceerd door zijn leraar van de academie, wat een hele goede vriend van mij was. Jelle heeft daar gewoon een hele unieke inbreng en het is gewoon een ontzettend, zoals Hans het altijd zelf zei, een ontzettend leuk gozertje. Ja, dat Chinese gedoe, dat zit er natuurlijk gewoon in. Ja, op de een of andere manier wil hij dat tonen, denk ik. Gek, leuk. Als je het ziet, wil je ook zo'n kleed. Er zit zo'n vreemde kant in, qua vorm en kleur, die ik nog nooit eerder gezien heb. En zeker sinds hij dat in de vorm heeft gegoten van die wandkleden. Tuften is eigenlijk het maken van een vloerkleed. Je gebruikt een opgespannen doek en met een apparaat, vergelijkbaar met een boormachine. Alleen vliegen daar draden door. Het apparaat schiet de draden door het doek. Waardoor je aan de andere kant pooldraden krijgt. Die je eventueel kan doorsnijden of die als lus blijven bestaan. Vergelijkbaar met een kwast, maar dan met draad. Zijn droom is natuurlijk dat hij zou kunnen leven van de kunst. Dat is toch uiteindelijk iets wat hij het graagst wil. Hij werkt in een restaurant waar hij van rondkomt. Waar hij zijn huur van betaalt, waar hij zijn materialen van koopt. Het kost allemaal niet niks natuurlijk. Die materialen die ervoor nodig zijn, ook het apparaat zelf, zijn kostbaar. Zo'n schilderij, daar gaat gauw voor 700, 800 gulden van die wol in zitten. Hij heeft natuurlijk geen gelegenheid om te exposeren. Bekendheid bij het publiek is helemaal niet. Als hij een mooie kans krijgt of wat dan ook, dan zal hij hem met beide handen aangrijpen. Maar ik denk niet dat hij zelf weet waar hij zou moeten beginnen om die roem of zo binnen te halen. Ik ben dus op weg naar het restaurant waar Jelle werkt en daar gaan we hem verrassen. Dan hoop ik dus wel dat hij echt werkt vanavond. Misschien heeft hij zich ziek gemeld of zo. Iedereen vindt het natuurlijk leuk om bij mensen naar binnen te gluren. Mm-hmm. Nou, dan hebben wij het excuus gevonden om dat te gaan doen. Want we gaan bij mensen aanbellen en vragen naar datgene in hun huis waar ze vreselijk trots op zijn. Ja, een pronkstuk. Ja, een echt pronkstuk. Ja. En nou hopen we dat de mensen open gaan doen, dan gaan we ze overvallen. Een vriend is altijd welkom. Nou, we zijn gewoon vrienden, toch? Dorien, jij moet open doen. Nee, nou, Dorien is niet thuis. Dorien is bij de vriend. We gaan de volgende proberen. Ja. Nou. Hier wordt geslapen in een bedstee. Is dat misschien een item? Ja! Ja. Wil je dat nou wel? Ja. Die krijgen we ook wel een wijntje. Misschien mag je best even binnenkomen. Ja? Altijd leuk. Oh, dat is mooi. En daar slaapt u al echt in. Ja, zeker. Gezellig. Hoe oud is dit huis?
Rond 1900. Rond 1900. Ja, rond 1900. Nou, jullie zitten wel een zaterdagmiddag gezellig te vieren, hè? Glaasje wijn erbij, een stukje kaas. Ja, ja. Maar bent u allemaal zo muzikaal in het gezin? Ja, ja. Ik heb een Heens, een oude Heens. Een momentje. Ja. Dit is echt mooi. Dit is uw pronkstuk. Prachtig. Er zit een nummer op. Is er een bepaalde serie van gemaakt? Ja. Deze komt uit Amerika. Vol zilver. Ik heb hem ook wel eens gehouden naast een handgemaakte vol zilveren. En dan wint dit het. En dat is het aardige. En dit speelt u ook? Ja. Ah. Ah. Gewoon het geluid willen we even horen. Nou, kijk eens even. Hallo. Je schrikt zich wild af. Hallo. Hallo. Oh, daar bent u helemaal. We zijn van een kunstenantiekprogramma. Ja. En wij zijn op zoek naar mensen bij wie we even naar binnen mogen komen om te kijken wat voor u het mooiste is wat u in uw huis heeft. Ik kan niet zeggen wat het mooiste is, want ik heb het allemaal zelf gemaakt. Alles zelf gemaakt? Ook leuk. Kijk maar, zeg, wat een mooie spullen allemaal. Dit heeft u allemaal zelf gemaakt? Ja, dit heb ik allemaal zelf gemaakt. Nou, door wie laat u zich bijvoorbeeld inspireren? Nou, dat zijn toch eigenlijk de impressionisten wel geweest. Ja. En wat ik op het ogenblik maak, zoals dit is bijvoorbeeld gemaakt in het Vondelpark. Ach. Zit daar ook het beeld van Vondel, staat daar nog op. Ja. Ik werk het liefst op plaatsen en locaties waar, ik zeg altijd waar het leven onbekommerd is. Ja. U werkt met verschillende technieken, zie je ik al. Werk met eigenlijk voornamelijk met drie technieken. Ja. Dus olieverf, aquarel en pastel. Ja, ja. En ik zelf vind dat eigenlijk ook de mooiste technieken die er zijn op schildergebied. Maar verkoopt u ze ook? Jazeker. Natuurlijk, domme vraag. Dat is de carousel in de Efteling. Ja. Ach. Daar hebben we ook allemaal in gezeten. Nog vorig jaar nog. Ja? Jij nu nog? Ja. Ik kan wel iets laten zien wat me heel na aan het hart ligt. Ja, ook goed. Dat is dus deze. Kom. Dit is een pastel en die heb ik gemaakt in Amsterdam. Op het atelier van Anton Assies. Het had een beetje die sfeer van een voorbije tijd. Ja. Omdat het niet meer bestaat en dit voor mij nog een herinnering is, is me die tekening toch wel echt dierbaar. Wat doe je nou? Het is een hofverkoop. Dat is het. Dit zijn allemaal hele kleine huisjes, daarom is het ook een hofje. Ja. En volgens mij wonen er dan ook alleen maar alleenstaanden. Hoe weet je dat? Nou, dat weet ik ook niet zeker. Mogen wij u wat vragen? Als maar decent. Absoluut, absoluut. Heeft u nou iets in huis waarvan u zegt, dat is nou voor mij een... Wat een vraag is dat nou toch? Wat heb je in huis? Wat heb je in huis, jongeman? Zal ik even weg, hè? We zouden het decent houden. Hadden we afgesproken. Kijk. Dat is mijn opa, mijn grootvader dus. En mijn vader heeft dat geschilderd. Mijn vader was schilder? Zekstal, zaakstal. Kijk, het staat er nog op. Het is in de jaren 30, 40 geweest. Ja. En opa is gestorven in 1926. Er zit wel de gelijkenis in, hè, opa? Vooral die nazen. Ja. Maar wat is nou echt uw pronkstuk? Dit is voor u toch wel het dat is toch wel het pronkstuk hier. Komt dit bij u uit de familie? Ja, het is allemaal... Nou, dat is wel uit Spanje gekomen. Het is waarschijnlijk in Frankrijk aangeschaft. Ja. Dit doet ook inderdaad een beetje denken aan de kasten die uit Zeeland en uit Zuid-Nederland kwamen. Uit de 17e eeuw. Ik kan het je niet vertellen. De kussenkasten, zeg maar, werden gemaakt vaak door Spaanse handwerklieden die in de tijd van de Spaanse oorlog... Dat kan. Nederlands-Spaanse oorlog hier, vooral in Zeeland zaten en daar werkte in Middelburg. Dus dit is, dat kan. Ik durf het niet tegen te spreken. Nou, bedankt. Graag gedaan. Ja, kom je gelukkig. Oh, ik wou zoenen. Bedankt. Ontzettend bedankt. Dat is nou vereeuwigd daarom. Ja. Elke zoen. Gaan naar een veiling is voor heel veel mensen een onoverkomelijk angstig avontuur. Is het wel voor ons soort mensen weggelegd? Hoe weet ik nou dat iets echt is? En er gaat voor miljoenen onder de hamer zijn veelgehoorde teksten. Maar is dat ook zo? Welkom op de vierde veilingavond. Ja, want meestal zijn dit soort opmerkingen niet eens zozeer gebaseerd op eigen ervaring als wel op de mening van anderen, die vaak ook niet eens in een veilinghuis geweest zijn.
En daar komt dan ook nog bij dat in de media soms een beeld wordt geschetst van een beetje een eliteclubje en dat je hier eigenlijk alleen maar terecht zou kunnen met een dik gevulde portemonnee. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Wat wel nodig is, ten eerste zin om eens een keertje wat anders te doen. Ten tweede een beetje lef. En ten derde, op het moment dat je gaat bieden, toch ook wel een beetje kennis van zaken. Dit is de nummer van de avond. Ik begin met 50 gulden. Ik heb bol van 50, bol van 60, bol van 70 gulden, bol van 80, bol van 90 gulden. Elk veilinghuis zijn catalogi verkrijgbaar. Hierin staan de richtprijzen van ieder voorwerp vermeld. Overigens wil de richtprijs niet zeggen dat een voorwerp ook haalt wat er staat aangegeven. Ga altijd kijken op de kijkdagen. Dat zijn er meestal 3 voorafgaand in de week van de veiling zelf. En dan ga je gewoon eens rondlopen en kijken of er misschien een voorwerp bij zit dat je graag wilt hebben. Als dat zo is, vraag dan of je hem eventjes mag voelen en kijk of hij wellicht beschadigd is en of je hem dan ook kunt restaureren. En ga dan lekker naar huis. Ga een kopje koffie drinken en laat het gewoon bezinken. En als je dan na een tijdje erachter komt dat je het toch graag wil hebben, dan zit er niks anders op, dan moet je gaan bieden. 110, 120, 130, 140. 3 werd geboden, geen ogenbol. Toeslag SNU 369, 2200. Als de veilingmeester heeft afgeslagen en je nummer staat genoteerd door de notaris, dan is er geen weg meer terug, dan moet je het kopen. Maar stel nou dat het object niet helemaal overeenkomt met datgene wat in de catalogus stond, dan heb je 3 weken de tijd om het terug te brengen en dan krijg je geld terug. En dan nu? De oude doos. Nee, deze. Iets heel leuks wat bijna in ieder veilinghuis mogelijk is, is bieden op een oude doos. Ook wel een lotje genoemd. Je biedt dan op een doos met cellofaan. Daar zit het een en ander in. Meestal spullen uit een inboedel. En je weet dus werkelijk niet wat je gaat kopen. Nou is dat natuurlijk ontzettend spannend, maar je gaat wel geld ervoor betalen. Is dat trouwens een vast bedrag, Chris, wat je iedere keer betaalt? Nee. Of ongeveer? Nee, dat is helemaal niet gezegd. Het kan liggen tussen de 20 gulden en de 1000 gulden. Nou, ze gaat natuurlijk bieden. Heb jij Ben bij? Schrijf dit op. 1108 en 1109. Nummer 1108, een bod met diverse. Ik begin met 20 gulden, ik heb een bod van 20 gulden, een bod van 30 gulden. 80 heb ik, 90 heb ik, 100 heb ik achterin. 110, 120, 130. 140. En blijf eruit pakken. 150. 160. 170. 180. 190. 200. 220. 240. 260. 360 gulden. Geen ongewoon. Toestel in eerste rij 260 gulden. Dit is toch super? Nou, ga jij maar schatten. Dit is in ieder geval Chinees. Maar daar hoort iets op. Wat denk je van dit? Oh ja. Kijk. Een heel klein soepterrinetje. Hoe weet je dat? Dit is ook echt heel mooi. Daar word ik heel vrolijk van. Not? Wat vreselijk. Het ziet eruit alsof het Royal Bonn is. Het is een Duitse, uiteraard, fabrikant. Het ziet er ook een heel beetje lelijk uit. Ja. Die is wel leuk. Een chocoladekant. Voor chocolademelk. Warme chocolademelk. Dat is niet voor thee. Het is 19 eeuws. Een jugendstil tegeltje. Zweep, slagmotief. Wat is dit? Zit een klem aan? Het ziet eruit alsof het iets van een kinderbekertje, maar waar dat nou voor bestemd is. Klem. Ik ga aan dat lipje klemmen. Nee, maar ik vind veel leuke dingen. Kijk, dit is leuk. Nederlands tin, dit is Hollands tin. Brengt veel geld op? Tussen 50 en 100 gulden. Dus er zit wel op 200. Ja, dan hebben we het er al bijna uit. Dit is denk ik al gauw zo'n 200 gulden. Nee, dat? Ja. Want hij is compleet. Dus ze hebben al winst gemaakt. Hier, deze, nog weer 10. Kijk. Deze heeft allemaal keurmerken erop. De wapens van de stad. Zie je? Halve liter is dit. Dit is een echte Nederlandse kan. Ik heb hier nog een aantal tinnen lepels. Ja. Oh, kijk nou, jongens. Er staan ook echt wapens in. Dat is helemaal fantastisch. Beschadigd. Dit was oma. In betere tijden. En hier hou ik dus echt van. Dit is zo prachtig. Typisch iets voor jou. Komt het nou zeg. Uit Zweden? Nou, er is toch niks mis mee? Oh, dit is wel lief. We hebben een kopstuk gevonden. Echt? Een maizen mosterdpotje. Nee. Kassa! Vertel. Kijk. Meissen is een Duitse, hele beroemde porseleinfabrikant. Onder andere hadden ze een ontwerper ooit in de late 18e eeuw, die heette Kendler, Joachim Kendler. Dat was een hele beroemde ontwerper van ze. Maar als er een verzamelaar voor is, dan kan het al gauw in de honderden gaan lopen. De doos is op, helaas. Ja. Maar het loont dus wel de moeite, hè? Absoluut. Kijk. Als je even een beetje geld hebt en je wilt een leuke avond, ga naar zo'n veilinghuis toe. En je hebt gewoon lol.
Christine Reinoud. Gotta be like hell tonight. Ik ben Els Steenbakker. We hebben sinds een tijdje Zus en Zo opgericht. En ja, daar verkopen we brokant en nieuwe dingen ook. Het idee kwam eigenlijk van ons alle twee. Het is zo ontstaan aan de keukentafel, zeg maar. Hallo. Hoi. Is dat de echte originele Piepo-wagen? Dat is de originele Piepo-wagen, ja. Waanzinnig leuk. Hoe kom je hier nou aan? Ja, dat is een meisjesdroom van me. En heel lang zoeken. Maar echt een meisjesdroom? Naar aanleiding van Piepo de Clown en Mamalou? Nee, dat kan ik me niet eens herinneren, die serie. Maar ik had altijd zo'n beeld van zo'n klein eigen huisje. Dat heb ik altijd fantastisch gevonden. Is dit leuk. Zat dit er al in, dit hout? Ja, dat zat erin. En hoe oud is die? Hij is ongeveer tussen de 50 en de 60 jaar oud. We verkopen wel oude spullen, maar het moet wel gewoon een goede uitstraling hebben. Het moeten spullen zijn die je gewoon meteen zo in huis kan zetten. We willen niet een soort rommelmarkt uitstraling hebben. Het moet gewoon allemaal gelikt uitzien. Bijvoorbeeld dit, dat is dan een oud, heel oud lampvoetje. Maar die schilderen we dan zelf. En dan laten we nieuwe kappen maken, zodat het toch eigentijds is. Ja, het wordt allemaal gemaakt. Het zijn allemaal unieke stukken, zeg maar. Er is er maar één van. Even zo verder kijken. Ja, er is volgens mij nog veel meer. Zijn jullie altijd open of een bakje koffie? We zijn één keer in de maand open, de laatste drie dagen van de maand. Meestal is het allemaal van zijn plek geweest en allemaal weer anders neergezet. Dus het ziet er sowieso elke keer heel anders uit. Dus in het voorjaar naar de zomer toe hebben we leuke tuinspullen, plantjes. We leggen allemaal woonbladen neer, tijdschriften. Je moet ook een beetje geïnspireerd worden en geprikkeld worden door alles wat je ziet. Maar ook door, je moet hier ook lekker kunnen lezen en inspiratie op kunnen doen. Zonder dat er meteen allerlei mensen op je afstormen die dingen willen verkopen. Vooral niet over de stokjes. Dit ruikt helemaal naar, zoals vroeger, naar werkweek. Weet je, zo'n tentenlucht. Ja, heerlijk. Wel. Zijn jullie ook samen op inkoop? Ja. En hebben jullie helemaal dezelfde smaak? Nee, niet helemaal. Nee. Ja, soms hebben we wel dingen dat de ene helemaal enthousiast over is. En dat een ander zegt van, goh, moet je er mee? Maar dan hebben we genoeg. Weet je nog wat? Volgens mij die lampvoet die daar staat, is ontzettende oudbollige. Licht kietserig. Licht kietserig. Ja, kietserig. Voor jij dus? Ja. Lampvoet. Hij is wel raar. Ja. Wat gaat je nou het meest aan het hart als het verkocht wordt? Het servies bijvoorbeeld. Alles wat er verkocht wordt, dan denk ik, dat wil ik eigenlijk ook wel hebben. Deze? En voor jou? Ik denk dat ik wel heel erg een zwak heb voor die stoeltjes. Dat waren echt van die oma-stoelen, vreselijke eiken stoelen met rode pluche bekleding die helemaal gammel waren. Die hebben we dus zelf helemaal opgeknapt, opnieuw laten stofferen, opnieuw geschilderd. Ik zou hier dus heel schil kunnen kopen. Hebben jullie ook winkelmandjes? Bij deze. Een winkelmand. Ja, het blijkt toch dat mensen het heel moeilijk vinden. Want hoe pas ik nou die oude spullen toe in een moderne interieur? Nou, bij ons staat het al helemaal kant en klaar, zeg maar. En dan zien ze het bij ons en dan zeggen ze, oh, het is eigenlijk wel heel erg leuk, heel simpel, maar je moet even op het idee komen. Oh, ik word helemaal arm van dit programma. Dit is wel heel leuk, kijk, door een meisje van 14, Fleur genaamd, handbeschilderd. Dus dat moet je natuurlijk hebben. Maria erbij. Hier is het dus, de drie konijntjes. We gaan hem dus nu verrassen. Hij weet helemaal van niks. Volgens mij hoor je mijn hartslag helemaal. Hallo. Ik ben op zoek naar Jelle Ju. Wil jij dat? Ik heb een vraagje aan jou. Art Antica, waar doet het je aan denken als je het hoort? Het zal ongetwijfeld iets met de beeldende kunst te maken hebben. Zo, dat heb je snel door. Jij hebt iets met kunst en met eten. Ja. En daar zouden we graag even met jou over willen praten. Nu. Nu. Dan moeten we je baas even lief gaan aankijken. Wie is de baas? Ben jij dat? Moet je iemand anders even bellen? Ja, heb je daar zin in? Ja, op zich wel. Ja, ik moet eigenlijk een avondje werken, maar... Avondje met ons mee is misschien wel leuker. Ja, absoluut, tuurlijk. Ga je mee? Ja, is goed. Oké, mooi. Dankjewel, baas. Oké. Oh, je neemt ook nog even je cd'tjes mee? Ik moet nog even een muziekje opzetten voor als de gasten binnenkomen lopen. Ach, wat lief. Blijf je werk goed doen. Dan loop je hier ineens in de regen. Het is wel iets anders, denk ik, dan je had voorgesteld een avondje werken. Ik had inderdaad nog een extra avond werk in de planning liggen. Wat is jouw lievelingsgerecht? Maakt niet uit, als het maar goed is allemaal. En wat kun je het beste maken? Nassi. Dan heb je ook iets met kunst.
Ja. Wat is kunst voor jou? Ja, daar ben ik eigenlijk net zo ingerold als in de horeca. Middelbare school had ik nooit voldoende voor mijn kunst of voor mijn tekenen en schilderen. Toen kreeg ik een andere lerares en die vond het fantastisch. En die zei, je moet naar de kunstacademie gaan. Dat was één advies wat ik kreeg. Het andere advies was van een andere leraar. Die zei, je moet clown worden. Dus ik heb voor de kunstacademie gekozen, omdat ik denk, het is toch nog wat serieuzer. Ik maak nog steeds wel schilderijen en ik maak wandkleden. Dus een hele andere richting. Wandkleden? Wat je ook wel in badkamers ziet, de kleedjes. Dit zijn altijd van die lusjes. Ja. Nou, daar maak ik dan voorstellingen mee. Heeft het een speciale naam wat je doet? Die techniek waar je die wandkleden mee maakt, ja? Dat heet tuften. Tuften? Ja. En dat is eigenlijk een beetje een vergeten techniek. In de jaren 70 had je wel veel tuftfabriekjes, daar kon je kleden bij bestellen. Maar die zijn eigenlijk allemaal over de kop gegaan en nu is het meer wordt het nog wel gebruikt voor de kunst. In Tilburg zit nog het Tuftmuseum. En heb jij zelf een specifieke droom? Nou, we moeten eigenlijk, dat is de belangrijkste droom van ons allemaal, en dat is gewoon goed kunnen leven van hetgeen wat we maken. Kan je dat nu? Nee, dat kan ik nu. Daarom sta ik nog in het restaurant. Ja. Maar ik ben nu 2 jaar afgestudeerd bijna. En ik heb bijzonder weinig eraan gedaan. Omdat ik natuurlijk ook gewoon mijn huur moet betalen en mijn eten moet betalen. Dus dan sta je 4-5 dagen in het restaurant. En dan heb je geen tijd meer om nog eens een keer te gaan schilderen. Dus ik ben daar nu voor het eerst weer serieus mee bezig. En je hebt ook geen tijd om jezelf dus te promoten eigenlijk? Eigenlijk weinig. Ja, nu. En denk je dat als je, dat meer zou doen, dat je het dan wel verkocht zou kunnen krijgen, zodat je ervan kan leven? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om een goed netwerk te hebben als je beeldend kunstenaar bent. Ja. Ik denk dat we even moeten gaan schuilen, hè? Het is ook rot weer. Prima. Graag. En het hondje. Kijk nou. Dat is mooi. Ja, dat is zo'n kleed. Ja, dat ben jij. Heel goed. Je naam staat eronder. Ja, ja, heel erg mooi. Te gek zeg. Kijk eens aan de overkant. Ja, fantastisch. Ongelooflijk. Nou, dan moet ik nu heel erg hard aan de slag gaan weer met nieuwe dingen. Lijkt me ook, ja. Hij is bijna net zo groot nog dan als dit hier moet zijn, dus het klopt allemaal. En je kan ook nog goed zien dat het wol is. Super. Ga even kijken. Het tekentje klopt ook helemaal. Wat is dat tekentje? Dat tekentje, dat is mijn naam, Jelle Ju. Het leuke is, het hangt niet alleen hier. Het hangt op dit moment door heel Nederland. Tja. Ongelooflijk. Gek. Ja, ik kan het niet bevatten. Misschien net een klein duwtje in de rug? Ja, een kleintje. Een hele grote. Dat zijn jullie, geloof ik, hè? Dat zijn wij, ja. Ik denk dat we daar maar even heen moeten gaan. Dan staan we tenminste weer droog. Ja, graag. Gaan eens kijken wat daar te beleven valt. Vast onderdeel in het programma is de VIP-knip. Een bekende Nederlander krijgt van ons 50 euro en die mag hij of zij vrijelijk besteden op een brokante of een vlooienmarkt of een braderie, whatever. Wat wel zo is dat de persoon het niet zelf mag houden. Het komt namelijk te staan in onze eigen galerie. Daar wordt het geëxposeerd. Voor deze aflevering hebben we Ellen ten Damme gevraagd en we zijn hier op de Veemarkt in Utrecht. Jij krijgt van ons 50 euro. En je mag iets gaan uitzoeken en dan willen we wel graag weten waarom. Oké, okay. Ja? Laten we meteen beginnen. Ja. Ik heb hem. Heb je hem al? Ja. Oh ja. Ja, dat vind ik heel goed. Ontzettend lelijke papegaaien. Maar zou je zoiets kopen, Ellen? Ja. Ja? Nou, ik koop heel vaak van die zeg maar lelijke souvenirs. En het, uiteindelijk komt alles hier terecht, ja, precies. Natuurlijk, op de rommelmarkt. Ja. Heb je dieren? Nee, ik kom wel min of meer van het platteland. Ik ben opgegroeid uit Drenthe? Ja, in Drenthe, Groningen. Mijn familie komt uit de Achterhoek. Ja. Ik denk ook wel dat ik eindig weer op de boerderij of iets dergelijks. Waarom? Vrees ik
Nou, ik denk gewoon dat je altijd teruggaat naar je roots. Denk ik wel. Waarom vind je dit nou zo bijzonder mooi? Ik denk meteen eens een platenhoes. Ja? Vetplanten. Schaatsen. Oh, als je dan thuis komt, vreselijk. Dan is het vreselijk veel. Man. Krijg nou de tering! Ach, dat heb jij neergezet. Ja, wie ben je nou? Dat ja, vroeg dit, ik, ja, dat dacht ik al. Dit is mijn broer. Ja? Dit is een buurmeisje. Ja, hij doet heel iets anders met computers. En, hij maar, is helemaal trots op zijn zus. Oh, dat zegt hij nooit. Dat zegt hij, maar af en toe zie ik stiekem Groninger. Zo'n fotootje bij hem staan. Even, oh, oh. Ja. Dan hoor ik van vrienden zo van wat hij allemaal vertelt, weet je. Maar tegen mij, nee. Hij is wel cool. Ja, ja. Krijg nou de tering. Ja. Oh, dit vind ik heel mooi. Speciaal verfstof voor kousen. Is de doos zelf ook te koop? Nee, die is niet te koop. Hey, god, dat heb ik nou altijd. Nu ook bij mij thuis. Sorry, oh, ja, staat er niet op. Ja, dat zijn hele oude. Dat zijn tipschoenen of zo. En die zijn helemaal met houten pakjes. Ja, tipschoenen. 55 euro. Nou, wie weet kunnen we afdingen. Kijk, ik ben wel toe aan nieuwe schoenen. Hé, hey, maar dit past wel. Nou, het is niet echt tip. Huh? Gaan we het proberen? Dit is natuurlijk veel te duur, 55 euro voor die oude schoentjes. Kijk, die zijn hier met houten pennetjes in elkaar gezet. Vandaar dat het dus oude schoentjes zijn. Hele oude schoentjes. Dus dan moet je rekenen dat die jaren 20, 30 zijn. Ja, ik heb precies 50 euro. Voor 50 euro mag u zeggen. Oh. Nou goed. Zal ik ze netjes inpakken voor u? Dat is heel raar. Inpakken? Nee, ik doe ze aan. Oh, je doet ze gelijk ja, aan? Ja, tuurlijk. Doe ze aan? Dankjewel. Het is natuurlijk antiek en mag helemaal niet natuurlijk. Hey! Ja. Wat hebben jullie gekocht? Nou, dit is het. Nieuwe, oude schoenen. Ja, ja. Dat zijn het ook. Ah! Laat maar zitten. Nee, dat gaat ook heel goed, man! 50? Dus ze waren 85. Zonder goede veters. Nee, dan is het goed. Ja, dan heb je goed op de handen. Ja, we hebben heel scherp op de handen. Hartstikke goed. Ja, maar je weet dat je ze eruit moet doen. Hè? Je mag ze niet houden. Ja, dat is heel jammer. Ja, ze mag ze wel lenen, heb ik gezegd. Oké, okay, dat mag. Ik ga optreden. Met je nieuwe schoentjes, maar je komt ze wel langs brengen. Ja, kom ze maar halen. Oh, dat kan. Okay. Ga ze halen. Dat is wel handig. Je woont ook in Amsterdam, hè? Hey, dankjewel. Was erg leuk. Ja. Hoi. Tot de volgende keer. Doei. Ik heb dat schilderij gekocht in 1993 op een veiling in Groningen. En omdat ik wist dat er een hoop schilderijen van Van Gogh van zijn vroege tijd nog zoek zijn, dacht ik dus dat allemaal zeer onwaarschijnlijk, maar het zou inderdaad een Van Gogh kunnen zijn. Moeite waard om naar te kijken. En ik vond het een prachtig schilderij. Voor hoeveel geld heeft u het gekocht? 9000 gulden. 9000 gulden. Als daar een verklaring bij komt, dan is het anything between 1 and 3 million pounds. Ik heb nu zeer bekende experts aan de kant van het schilderij staan. Ik heb het Van Gogh Museum en een paar van hun geassocieerde experts aan de andere kant staan. Ik zou niet weten waar ik nu nog naartoe moet gaan. Wij zijn steeds van mening gebleven dat het werk geen Van Gogh is. It's a work by Vincent. Het werk van Van Gogh is totaal anders. Het lijkt op een Van Gogh, maar dat moet je dan gedegen onderzoeken. Er staat Vincent onder en qua schilderwerk zeg ik ook van, voor mij is dat goed. In principe zou het moeten uitgaan of iets mooi of niet mooi is. Maar je moet wel dat papiertje erbij hebben. Lijst de echtheidsverklaring in en gooi het schilderij maar weg, want daar kijken we niet naar. Als je dat hebt, ja. Dan is bingo. Ons museum krijgt heel veel aanvragen van mensen die graag willen weten of het werk wat zij in hun bezit hebben, of dat een Van Gogh is of niet. Wij gaan erop in, wij geven antwoord op al die brieven. Dat zijn er vrij veel, ongeveer 350 per jaar. When you come to an expert with a new painting, the first reflex is to be afraid. To be afraid to make a mistake, so spontaneously it's far easier to say no. To say yes, you have to be sure. Uitsluiten mag je het in ieder geval niet. De kans echter dat zonder een goede achtergrond een schilderij dan echt is, die is vrij klein. Het schilderij dat ontbreekt het met name aan de karakteristieke perceelvoering van Van Gogh. Het is te dun opgezet.
Het is eigenlijk een beetje weifelachtig geschilderd. Er is geen enkel werk in Van Gogh's oeuvre uit die tijd die iets gemeenschappelijk heeft met dit werk in kwestie. In de autoriteit die hij vertegenwoordigt voor het Van Gogh Museum is die mening op dit moment het belangrijkste. Vincent was very short of money. Sometimes, and he had to save paint. Ik heb die redenen ook aan de National Gallery, aan Dr. Eastall laten zien. En zegt hij, dat zijn geen redenen om het af te keuren. Dat hoekige, het is heel onhandig geschilderd. Daar herkent ze ook vaak de Van Gogh aan, dat hij qua tekening, qua schilders, alles, het is altijd wat blokkig, eigenlijk wat, soms wat eenvoudig. En Van Gogh zou nooit bijvoorbeeld dat ene gezicht van die man laten verdwijnen achter die arm. There is in the works of Vincent one thing important and less important. So when you put two people at work, you have to drag the attention to the important man. Zoals u weet verschillen wij van mening met de heer Landin. The Van Gogh Museum had bought forgery, and it is a general trauma for the experts of the museum. Er is bijvoorbeeld een schilderij in ons museum zelf wat hij niet als zijn Van Gogh ziet, en wij zijn die mening in het geheel niet toegedaan. Dit is niet het enige schilderij wat in deze situatie verkeert. Er zijn er veel meer. I know 5 Cézanne, at least 2 Manet, at least 2 Monet, at least 3 Delacroix. All rejected by the expert. They are not forgeries. En er was een mooie uitspraak van Lieberman, vroeger, een hele grote Duitser. En die zei van, ik ben blij dat er kunstkenners bestaan en kunstcritici bestaan, want al mijn slechte werken worden als vals verklaard. Rejected, accepted, rejected, accepted. Nee, je zegt van nee, dan zeg van wel. Ik bedoel, dus je blijft het verhaal nu houden. Hè? Rejected, accepted, rejected, accepted. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat dat als arrogant overkomt. Want wat je natuurlijk doet is in wezen snel een oordeel vormen. Maar het is wel de expertise waarom we gevraagd worden. Als een musea een nieuwe directeur krijgt, dan die dingen die dan boven staan van die directeur, die gaan dan naar beneden. En die directeur opgeborgen die gaan weer naar boven. En ieder directeur doet het anders. Rejected, accepted, rejected, accepted. Komt er een eenvoudige man met zo'n schilderij voor de dag, dan wordt er gezegd van, dat kan niet. Maar komt iemand van een aardige familie of een van de grote veilinghuizen in Nederland of in Engeland ermee, dan wordt het serieus bekeken. Dat is afhankelijk van ook van wie het is, uiteraard. The family Van Gogh forgot in Breda all the works that were left behind by Vincent of the first period. En die zijn later gewoon met een vorderboel meegegeven dat die werd verkocht in Breda voor een krats. Some reappeared, some a lot are still missing. Zo zijn er natuurlijk nog tientallen Van Gogh nog verdwaald zijn en die nog op zolder, nog in kelders. In het geval van Van Gogh kom je altijd uit bij het Van Gogh Museum. Dat zijn de mensen die het ja-woord moeten geven eigenlijk. Dat je gewoon zeker weet, want kijk, ik heb hier een verklaring van het Van Gogh Museum dat het ding echt is. De fout zit misschien in het feit dat musea worden gevraagd om een echtheidsverklaring af te geven. Kijk, zonder als meneer Pauwe Jans een schilderij op de markt brengt met een echtheidsverklaring van alle mensen die hij in zijn argumenten naar voren brengt, dan zal dat schilderij nog steeds geen geld opbrengen, want niemand accepteert die autoriteit. Ik denk dat dat een van de misvattingen is die rechtgezet moet worden. Er zijn vele experts in de wereld. Wij zijn niet, zoals u dat stelt, de enige en laatste die dat zouden kunnen doen. De hele strijd tussen het establishment, die één positie aanhoudt, en de individuele experts, een andere. We have to speak in an open way. Or what is an argument, what is not an argument, or what is a wrong argument? De autoriteit van het Van Gogh Museum staat boven alles op dit moment en daar kan je dus niet zomaar omheen. Als die experts de menigte ergens van kunnen overtuigen, dan moeten ze ook het Van Gogh Museum kunnen overtuigen. En omgekeerd. Wellicht zou het museum daar nog eens over moeten nadenken in hoeverre wij dat nu goed gedaan hebben, omdat je inderdaad een beetje de indruk krijgt dat meneer Jans het idee had dat hij niet serieus behandeld was. En ik denk dat het museum dat nooit, dat dat de intentie van het museum geweest kan zijn. The music's coming through. The music's coming through. Ik ben benieuwd hoor. Onze galerie. Ja.
wie ik uit moest gaan schelden, maar... Demian, doe nou snel je broek aan en schiet nou op. Schiet nou op, jongen. Komt ie. Dankjewel. Kijk, daar hangen ze. Super. Was de verrassing jou? Nee, ik had het wel verwacht. Ja. Walk on by. Walk on by. Bok is mijn bijnaam namelijk. Bijna zonder je voeten pas te tekenen. Ja, eigenlijk wel. En als het zou blijven gaan dat ik het nooit had hoeven doen, dan vind ik het best hoor. Had je verwacht dat je baas hier zou staan? Jouw glas is leeg. Mijn is bijna leeg. Dus voor ons valt het doek. Nu. Het doek valt, hè? Ik hoop dat je het leuk vond, de verrassing. Absoluut. En dat het je een duwtje in de rug zal geven. Ja, daarom zal wel moeten nu. Ja. Dank voor het kijken. Tot volgende keer. Tot volgende keer.